zitten er alleen op rook aan in de laan. Oh, stop, we hebben er alles. Vieren. En je bent dat? Ja, die gaat weer dan. Dat moet wel. Hoe gaan we dan? Oké. Want er zijn heel veel die hebben de ronde daarna gewonnen en in de finale zijn we. Ja, nee, we hebben liever de hoogte gestipt. Ja, Dorsten moet dan in het midden komen lopen hier rond. Dus iemand draait hier om. Laat je even zien, nee, dit is dus Dorsten Smit. Het merendeel van jullie kent hem niet. Het is een hele aardige jongen geworden. Ik heb hem gisteren in het café ontmoet. Hij kaatst dus het laatste nieuwste lied van Tim Moulet. Hij weet het zelf niet, maar hij gaat het binnen afzienbare tijd opgeven. En je weet dat we dit jaar nog twee kaatsen hebben, hè? Hoe laat hij dat? Mooi mannen, nou die kaatsen hebben jullie maar vast op. Nou, jullie hebben dus heel erg je voet van best op als hij. Gemeen zoals altijd, maar gemeen is af voor de Ardendijken, de manier waarop ze voor de tafel staan. En wij ondersteunen dat volledig. Pierre Rijnsma is de grote man van de 50 plus. Ja, ja. Mooi. Nou, de winnaar is van de 50 plus. Kom maar naar voren. Wat doen we nummer 10? Dit jaar 11 parturen bij de dames, dat is heel mooi, want er zijn dus ook, er is ook nog een oudste klasse. Verdenk haar ervan dat ze of thuis oefent of dat ze nu dan overloopt, want ik heb een paar ballen gezien, die sloeg ze tegen de kwaad aan. En ze zei, ja dat was toevallig. We hebben best op, geëindigd voor minst op, achterin, vliegend, gespeeld, leiding gegeven. Anita Baarda is de koningin van deze partij.
is zo, mijn telefoonnummer is 5-3-2-1-1-1. Dus die mij draaien is die voor, de waar draaien is nog ik, het ruzie die het de opslag om en ik denk toch wel dat. We hebben het gisteren ook weer kunnen horen dat hij ook bekerschap voor de. Die gaat naar Groningen natuurlijk. Het was niet makkelijk. Maar de man die in het midden staat en door de kamer lukt, eindelijk is het keer eerst is geworden. Nou, het leek ons gewoon heel verstandig om natuurlijk al 5 keer wordt hij weer tweede. Dit is de sterkste kaartje van Witmarsum, anders komt hij er niet. Goed, vorig jaar was dat Peter Huisman. Peter heeft het zelf. Nou, kom op, ik doe het zelf alleen maar eens maar geweest. En dan hebben we nog een. Ja, kom maar even weten. Hij komt nog weer. Hij heeft ook al die pauzes heeft hij met grote verbanden op knieën gezeten. Maar, daarna, en dat wat Minnesma dus niet kon, kan Anneke Smit wel. Daarna win je dus gewoon alle partijen. Nou, wat u hier nu voor u ziet staat. Ja, jongens, doe het toch maar. Laat maar even zien, wat voor uitstraling hier vanuit komt. Het zijn mannen, ik weet niet of u ze graag in donker zou tegenkomen. Draai eens even om. Wat vinden jullie ervan? Partuur 23. Alle Bootsma, Otto en Eenauto, Pieter Stallinga. Nou ja, dan zet die man je op de lijst natuurlijk. Die denkt voor kadetjes of broodjes. Maar zo doen deze mannen dat. Dus je moet dat dan. Ze zijn bijna klaar. Frans de Vrezen, Lammert Minema, Eeltje Bootsma. 5-2. En nog een keer. Op een B-plaats, op een tweede plaats. Zet hem gewoon even neer. En ik sta er achter. 5 om 1. Tweede wedstrijd. Maak Onnen. Komt op ster. 5 om 3. Red omhoog. Marcel Heijma. Ja, het kwartier van Marcel Heijma. 5 om 3. Halffinale blijven staan. Finale en heel spannend. Door de leidinggevende kwaliteiten en door de dubbelfunctie hebben wij Charlie van den Berg gekozen als koning van deze partij. Ja, dat mensen denken. Maar het is een heel tijd zal ik dat je er bent. Moeder wordt nog steeds in weer massa. Otto Adema. Eerste merkenhaar moet ik zeggen. Eerst vrijdag met onze eigen jongenspartuur. Heel veel mensen. En vandaag nou, we zijn prachtig op tijd klaar moet ik zeggen. Ik ruik het eten al. Ik hoop dat jullie allemaal woensdag ons partuur steunen. Op een vleugel, want dat hebben ze hard nodig. En ik wil jullie bedanken. Tot ziens.
Hij had een shitbal in jou, dan krijg je bij die. Oh, het is net sympathiek, Vistra. Nu de eerste maar niet verkeerd. Ja. Ik zei het Amsterdam nu even op bed. Ja, weg op. Dat is spul voor die man. Kaart maken uit die door. Oh,
verder gaan bouwen. Ja. Ik kan Gary Sainz wel naar. Ja, dat weet ik zo. Die moet niet tegen mijn hulp weer. Die vrouw hier met het thuis. Oh ja, die Gary Klaar. Ja, ik wil hier. Het is nog een tweede. Wel was in die fles die erbij. Nou, wij willen wel een beetje. Eentje maar. Zang de. Ja, dat is mooi.
Voor mij was ik weer. Ja, ik weet het niet hoor, man. Waar ben je nog? Ja, dat is wel. Ja, dat is wel. Ja, dat is wel. Thank you.
laten zien dat mijn prijs te winnen. Kermokking aan André Kuipers en Tunno Stuur. Wat moet ik dan zeggen? Jullie hebben gevochten, dacht ik. Ik ben nog niet zo'n toegekeerd, maar die ballen die Tunno op het laatst gaf. Ik heb begrepen dat de Zielstra dat kon. En ik heb begrepen dat Sjouwen de Boer dat kon. En Sipke Saakstra, die kan het ook. Maar Sipke Saakstra, die kan het ook. Terug de enveloppen hebben wij voor jullie een legpenning. Ja. Hoe dat allemaal gegaan. Nou, jullie waren natuurlijk absoluut. Nee, gewoon. Al die mensen die kijken, maar wat zouden iets vergeten die gewonnen heeft. En dit waren dus zijn opslagbad. De Teelde Zielstraatbeker is de beker voor de koning van de haaien. Het is wel goed, ik al die naam. De Teelde Zielstraatbeker is de prijs voor de koning in de haaien in Paca. Nou, de koningscommissie die is eruit gekomen. Die hebben net zoveel verstand als het partuur voor mijn neus. Pieter Dienstra is de koning. Ja, maar Henk, ze trekt ook video's, zonde. Ja, dat. De bal is. Nee, hier, maar je moet me
punt erbij, Bas? Witte. Tweede prijs bij de Beest, Harmen Westen. 29 voor eerste, 7
Nee, maar dat betekent dat hij net voor één keer te kampen. Bovenwijs die geef ik een naaibal niet. Naaibal zijn. Ja, dat is een beetje.
De bal zal je niet nog niet. Die vertrekt om je heen en weer. Kerstje van meter denk ik jou heel zeker. Hallo Jap. Ja. Camera van Koops. Kom aan. Come on, man. Come on.
Hallo? Mm-hmm. Is dat de bak? Ja. Maar we moeten even een eind aan deze dag breien, maar dat wil net zeggen dat we hier eerst nog weer direct wij moeten. Hoe lang had de kabinepersoneel het nog gehad, dat weet ik niet, want die zweten dan al wat. Bij de uitdrukking van deze prachtige prijzen, je hebt ze al eerder checken in die etalage en ook staan ze hier op tafel. Maar we eerst nog even wat mensen delen. Ja. Allereerst moet eens getiet. Is jouw dik op Madeline dan? Dat we er direct bij brengen. Even een applaus van Kapsel en Amsterdam. Hey. Ik zal nog.